We staan hier op de N9 bij Bergen. Je staat vast met je vrachtwagen. Hoe lang sta je er al? Nou, we zijn om 4 uur weggereden vanuit Den Helder. Nou, toen waren we hier denk ik rond 4:15. En sinds die tijd hebben we misschien 200 meter gereden. En nu is het zover dat we vaststaan en geen kant meer op kunnen. Nou, onze vrachtwagen, we reden mee. En het was in één keer geleden zo naar de berm toe. En toen was het klaar. Hoe ga je het oplossen? Ja, dan gaan we afwachten op onze hulpdiensten. Want we hebben zelf al geprobeerd met onze eigen autolaadkraan. Maar helaas kwamen we daar niet verder mee. Dat zal wel grof geschut aan te pas moeten komen. Want we wegen gewoon 50 ton. En dat is nog niet 1, 2, 3 weer op de asfalt. Ik sta hier al sinds 5:30 in de file. Wat bent u van plan nog in de komende tijd te gaan doen? Nou ja, ik hoop rijden richting Heerenveen. Maar het lijkt nog niet zo heel positief volgens mij. Ja, wanneer denken ze dat je ongeveer verder kunt? Ik heb geen flauw idee niet. Ik heb gehoord, ze moeten de weg nog even vrijmaken en dan kunnen we rijden. Maar dat was ook al 2 uur geleden, geloof ik. Het is inmiddels bijna 12:00. Je staat hier al 6:00. Wat ga je doen zodra je thuis bent? Nog gaan we een hap eten klaarmaken onder de douche en dan gaan we op bed. Dan morgen ook weer vroeg. Dus, Ik sta hier vanaf 5:30. En ik heb nou net een 300 meter gereden, denk ik. Het schiet niet op. Ik zie nu dat het BG'tje gaat rijden. Dus ik hoop dat ik er nou langs kan. Ja, u heeft lang vastgestaan, ongeveer 6:00. Wat gaat u zo om te doen als u thuis bent? Nou, even eten, want dat staat nog in de pling. In de magnetron, dus het moet toch even naar binnen. Over hoe lang denkt u ongeveer thuis te zijn? Nou, dat ligt er net aan of we er door mogen. Maar dan, ik moet naar Schagen toe, dus dat valt mee. Maar, Hoe lang sta je hier al? Nou, 6:30 op het moment. Ja, je 6:30 kun je een beetje vermaken? Nou, een beetje hangen. Meer is het niet, hè. Wachten. Hopen op een beter nieuws. Ze verwachten met een paar uur, maar ze weten nog niks zeker. Als je nu thuis bent, wat ga je zo meteen doen? Naar bed.